Goedenavond. Een spontaan Turks volksfeest. Meteen na de overwinning van Galatasaray in de UEFA Cupfinale gingen duizenden Amsterdamse Turken de straat op. De eerste Europa Cup voor een Turkse vereniging werd op uitbundige wijze gevierd. Een urenlang getoeter steeg op uit de binnenstad van Amsterdam. Het winnen van de UEFA Cup zorgde voor ongekende feestvreugde bij de Turkse gemeenschap. Honderden auto's trokken al toeterend richting de Dam. Eerder op de avond zat de gehele Turkse gemeenschap voor de buis gekluisterd. Ook bij de shawarmazaak Ali Baba aan de Rozengracht. Ondanks de spanning zat de stemming er goed in. De wedstrijd. Hun hebben de sterren, we hebben spelers. Wij winnen. Eind van de wedstrijd kan je zien, wij winnen. Hoeveelste sigaret is er al van vandaag? Ik heb tweede pak. Door de stress. Ik heb nog stress. Stress. Nog 5, 6, 7 minuten. Tijdens de allesbeslissende penalties hield iedereen zijn adem in. Na de definitieve beslissing volgde de ontlading, zowel binnen als buiten. Feestje bouwen, maar ik ben wel blij, maar ook een beetje voor de mensen die in Turkije tijdens augustus, daar is die aardbeving, vandaar dat ik ook een beetje blij ben. Die mensen hebben het wel nodig. Ook trokken honderden Turken richting het Mercatorplein en ook daar volgde een grote ontlading van feestvreugde. En het bleef nog lang onrustig.